presenteren zich aan u hier al op het veld. De Western Circle, een samenwerking tussen Westerlo en de 24 ons omringende clubs. Geef ze een hartelijk applaus, de jeugd van de Zuidkempen. Beste voetbalvrienden, onze Kempaan, onze hoofdsponsor Soudal en GMI Groep en alle opgekomen jeugdploegen van de Western Circle zijn bijzonder fier u te presenteren de wedstrijd Koninklijke Voetbalclub Westerlo, Koninklijke Voetbalclub Wesselsport. Beste voetbalvrienden, de wedstrijd van vanavond staat onder sportieve leiding van de heer Karim Sadouni. Er wordt bijgestaan aan de lijn door de heren Kerens en Nijssen. We wensen dit scheidsrechter ook een drietal samen met alle voetbalvrienden hier vanavond opgekomen een heerlijke sportieve wedstrijd toe. De duiteltjes van de
Charles Brugge, A-Agent 1-4. Racing Genk, Mons 2-1. Lokeren, Waasland. Ik denk dat we weer hebben bewezen dat we thuis zeer sterk zijn. En dat we er weer de nul hebben gehaald, dat is ook proficiat aan de verdediging daarvoor. Ik denk dat we gewoon thuis weer hebben laten zien dat we heel sterk zijn. Ja, ik vond dat we het wel goed gedaan hebben. We hadden controle en we hebben eigenlijk zelf het spel bepaald. We hebben redelijk snel kunnen scoren. Ik denk na een kwartier hebben we kunnen scoren. En ik denk dat dat altijd goed is voor onze ploeg. Omdat de meeste ploegen komen met een goed blok spelen tegen ons. En als je dan natuurlijk snel kunt scoren, maakt het voor ons wel wat makkelijker. En we hebben ook een hele goede verdediging, waardoor je ook goed op de nul kunt spelen. En dat hebben we toch vandaag weer bewezen. Ik denk dat we al heel veel, ik denk 15 keer of zo, de nul gehouden hebben dit jaar. Dus chapeau ook voor de verdedigers. Ja! Ik heb hem gedaan! Oké, we wisten dat het een moeilijke match ging worden in het begin, maar we pakken ze vanaf het begin weer meteen goed aan en proberen weer vroeg te scoren. Oké, nu duurt het iets langer, maar oké, we zijn blijven voetballen en dan valt dat goaltje. En kort daarna maken we de 2-0 en vandaar hebben we eigenlijk rustig uitgevoetbald. Zijn we eigenlijk niet meer in problemen gekomen. Dus eerste helft was goed, tweede helft weet je dan dat het iets minder gaat zijn. We hebben een beetje op de 3-0 gespeeld. Oké, en die valt dan. Voor de rest was het rustig. Had het misschien toch nog beter gekund, want er waren toch nog een paar kansen die niet benut werden, hè? Ja, dat klopt. We creëren veel kansen eigenlijk toch nog na die 2-0. Maar oké, ja, die gaan er dan niet in. Maar de stand was al 2-0, dus oké, dat is werkpunten weer voor de volgende keer. Maar het is al goed dat we ze blijven creëren, dus met 3-0 is dan toch gevallen. Dus. We moeten nu vanaf volgende week de overige 6 wedstrijden. Dat moeten we gaan doen, want... Anders ik denk ik toch van die 6 wedstrijden minstens 3 matchen moeten winnen. Maar ja, dat zullen we wel zien. Over mentaliteit kan ik niet klagen, maar ik vind alleen maar in balbezit is te weinig. We krijgen heel weinig doelkansen en ja, dan moeten we iets gaan opzoeken. We moeten niet kijken naar een ander. Iedereen had wel natuurlijk gehoopt dat Eupen wat ging laten liggen gisteren. Maar ja, oké, daar moet je niet op hopen. Je moet gewoon kijken naar jezelf. Je moet je eigen wedstrijden winnen. En dat is het belangrijkste. We hebben alle twee... Een heel moeilijk programma. Misschien dat Moes Kroen nu iets is uitgeschakeld. Maar Sint-Truiden zit nog op het vinkentouw. En daar hou ik zeker nog rekening mee. Dus wedstrijd per wedstrijd kijken. En na elk weekend kijken hoe we staan. We staan op dit moment goed. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik denk dat het altijd beter kan. Ik denk dat we nog niet echt op onze topniveau waren. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Nu in deze fase van de competitie hebben we nog alleen maar finales. Hoe dat het is, maakt niet uit. Mooie voetbal, slechte voetbal. Het enige wat belangrijk is, winnen. Maar we weten ook van we hebben goede supporters elke week, ook op verplaatsing. En we willen die mensen ook iets tonen. Maar de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En vandaag hebben we toch 3 goals kunnen scoren, wat dat toch mooi is voor hen ook. Ja, nu staan jullie terug op de leidersplaats, maar het is toch nog altijd steeds met Eupen knokken, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat Eupen ook een goede ploeg heeft. En we moeten vooral kijken naar onszelf. Wij moeten proberen te winnen. En nu moet onze focus liggen op Antwerpen. We hebben nu Dessel gehad, dus we moeten focussen van wedstrijd naar wedstrijd. En niet te veel rekenen van wat dat Eupen gaat doen of andere ploegen gaan doen. Ik denk dat we het zelf in eigen hand hebben. En dat we gewoon keihard moeten werken op training. Om dat proberen op te brengen op de wedstrijd. Wat verwacht je dan van Antwerpen volgende week? Ik denk dat het een moeilijke wedstrijd zal zijn. Op Antwerpen is het nooit niet makkelijk, maar we hebben kwaliteiten en daar moeten we ook in geloven. En ik denk dat we, als we scherp zijn en doen wat de trainer ons vraagt, dat we zeker moeten met de 3 punten naar huis kunnen komen.